Goedemiddag. U kijkt naar het zeilweerbericht voor het weekend van 24 en 25 september. We hebben een hoge drukgebied in onze omgeving en dat betekent helaas niet veel wind. Af en toe trekken er wat sluierwolken over. Verder is het zonnig en droog en de wind is toch echt een gebrek voor een fraai zeilweekend. In het noordwestelijke kustgebied staat in eerste instantie nog wel een matige wind. Binnenland heeft duidelijk de minste wind en zondag blijft er minder van de wind over dan zaterdag. Zaterdag is wat dat betreft hier en daar nog een aardige zeildag, zeker in het noordwestelijke kustgebied, op de Wadden en de Friese meren. Temperaturen liggen hoog. Binnenland haalt meer dan 20 graden en ook boven de zuidelijke Noordzee bijvoorbeeld is het 18 graden. Met geleidelijk aan 10 knopen wind als we wat noordelijker komen. Een 13 knopen verder de Noordzee op. Dat is misschien net voldoende om lekker te kunnen zeilen. Maar de binnenwateren hebben duidelijk minder wind, minder knopen. Zondag blijft er van de wind, denk ik, nog wat minder over. En dan doen we het ook in het Waddengebied met een magere 6 tot 10 knopen. De Noordzee blijft nog steeds wel wat wind staan. Een zuidelijke richting hebben we. En hoe verder naar het zuiden we gaan, hoe minder wind er is. Maar het weerbeeld vergoedt misschien wel een hoop. Het is zonnig, het is droog en het is warm. Misschien wel 20 graden op de zuidelijke Noordzee. De binnenwateren in het zuiden hebben al niet veel wind. In het zuidoosten blijft helemaal weinig wind over. Daar komt van zeilen misschien niet veel. Maar als gezegd, de zon vergoedt een hoop. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl